gaan we meteen verder met opmerkelijk beta-nieuws. Het eindexamen Wis en Natuurkunde wordt voor steeds meer mensen bereikbaar. De eindexamens Wis en Natuurkunde zijn de afgelopen 30 jaar een stuk makkelijker geworden. De gemiddelde examencijfers voor Wiskunde en Natuurkunde stegen. Maar volgens de onderzoekers is dat niet omdat de scholieren slimmer zijn geworden. Nee. Even een mededeling aan iedereen die vorig jaar zijn Wiskunde eindexamen heeft gehaald. Je bent alsnog fucking dom. Nee, nee. Grapje, ik heb het zelf laten vallen. Op de peuterspeelzaal al, dus... Nee, lukte mij niet om dat vierkant in die driehoek te stoppen. Dat ging niet. Maar oké, hoeveel makkelijker is het eindexamen nu dan? De eindexamenvragen bevatten nu tot de helft minder examenstof dan 30 jaar geleden. En ook zijn er minder denkstappen nodig bij het begrijpen van de vragen. Of worden die stappen grotendeels voorgekauwd? Ja, dus het is gewoon veel makkelijker dan 30 jaar geleden. En nou, daar ben ik toch wel benieuwd. Want ik bedoel, in mijn herinnering was het best wel moeilijk inderdaad. He, want wij hadden van die jaren 90 vragen. Dat ging dan van de Spice Girls en de Backstreet Boys zijn in de Roxy voor een Flippo-ruilbeurs. Toch? Dat is het. Yasser Arafat gooit een Game Boy van 220 gram met een snelheid van 3,6 meter per seconde tegen het hoofd van Wim Kok. Toch? Berekent de hoek waarin je een Furby moet gooien om te voorkomen dat die hele tent afbrandt. Ik snap er helemaal niks van. Nou, laten we dan nu eens kijken naar het examen van dit jaar. En dan denk je, dat is toch pas in mei? Nou, ik heb het CITO gebeld en ze geven het gewoon. Hè? Ze zeiden, laat maar zien. Het is echt super makkelijk, maar het is misschien toch goed als de leerlingen de vragen al een keertje hebben gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het hier allemaal. Laten we gewoon beginnen. Wat is je naam? Nou, even kijken. Wat is mijn naam? We zien... meneer Lubach. Oh, dat was al vraag 1. Oké. Okay. Chill, oké. Okay. Vraag 2. Een gelijkzijdige driehoek, zie figuur A, heeft drie hoeken. Hoeveel hoeken heeft de driehoek? Het goede antwoord zit tussen de 2 en de 4. Het is 3. Ik denk 3, denk ik. Ja, hey, ja. Even kijken. Vraag 3. Maan en vrouwtje maken een viral TikTok op Down the Rabbit Hole. Die ene gast van Goldband snuift cocaïne van een fidget spinner. Op wie is Suzanne van Suzanne en Freek verliefd? A. Nick en Simon. B. Freek. Oh, ik las het alleen maar voor. Ik heb helemaal nog niet gekozen. Ah, toch wel lekker. Oké, volgende dan. Even kijken. Vraag 4. Een Netflix-account kost €11,99 per maand. Amazon Prime €2,99. Disney €8,99. HBO Max €5,99. NPO Plus €2,95. Dit is geen vraag, maar leek ons een handig overzicht. Inderdaad, heel handig zeg. Oké, okay, nou. Vraag 5. In deze vraag stond abusieflijk het woord dik. Weliswaar in het woord dik gedrukt, maar toch. Het blijft vetshaming. Deze vraag komt te vervallen. Je krijgt wel de punten. Oké, okay, lekker. Lekker. Next. John de Mol rekent met zijn nieuwe programma Avastars op 3 miljoen kijkers. Er kijken er 300.000. Hoeveel werknemers heeft John de Mol uitgescholden? Veel, denk ik. Even, kom maar. Yay! Nou, oké. Okay. Voor deze vraag heb je een grafische rekenmachine nodig. Oh ja, die heb ik ook. Even kijken. Ja, heb ik. Even kijken. Hoeveel knopjes zitten er op je grafische rekenmachine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hey! Dat is heel goed, ja. Bereken de oplossing van de volgende kwadratische vergelijking. Even kijken. 1,2x plus 342 tot de macht 2 min 7 tot de macht x is 5234. Wat? Nee, geintje, hoeveel is 2 plus 2? Je mag ernaast zitten. Vijf? Dit was het wiskunde-examen. De uitslag wordt berekend. Oeh, nou, heel spannend. Ik ben er benieuwd. Ik ben geslaagd! Yes! Heerlijk. Nou, zie je wel. Deze jongen heeft echt wel een wiskundeknobbel. Oh, fuck it, meneer Immink. Ik ga naar Salau. Tot zover. Jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond alweer. Op naar de morgen. Wauw, liggen de hele avondshow-afleveringen nou alweer bij NPO Start in de schappen? Het is ook elk jaar vroeger. Nou ja. Ik vind ze stiekem toch altijd wel weer lekker.